Ja. Nieuwe video met kijkers en speciaal voor vandaag heb ik echt een gigantisch mooi cadeau voor jullie. Een giveawaytje. Deze Xbox is een heel nieuw pakket. Ja, die doos lijkt aardig beschadigd, maar ja, hij zit gewoon helemaal dicht. Er zit een Xbox in, één controller denk ik. En als ik het goed begrijp, nou ja, een aardig pakket met Fortnite, Rocket League, Fall Guys. Gewoon hartstikke leuk om te winnen. Dat is toch logisch? Ik ga maar één van jullie weggeven. 500 gigabyte trouwens, halve terabyte. Hartstikke mooi gewoon. Volg mij even op TikTok. Ik heb TikTok, wist ik zelf ook niet. Maar nee, die jongens die altijd helpen met de video's, die knallen ook nog wel eens een TikTok hier online. Dus volg me daar even en reageer wat leuks onder onze laatste TikTok. Lijkt me mooi. Doe dat en wie weet win jij deze Xbox. Ik laat het dan in een video van dit weekend. Dat zal zaterdag of zondag of uiterlijk maandag laat ik weten wie er gelukkig is. En die krijgt dan de Xbox opgestuurd. Dat is dat. Laten we gaan beginnen. Team Bundesliga Team of the Seasons met Kaikos. Goed. Kijker numero uno, Calvino. Dat is lang geleden, jongen. Dat is zeker lang geleden. Dat is echt lang geleden, hè, dat jij in een video hebt gezeten. Niet dit jaar niet eens, denk ik. Nee, dat denk ik eigenlijk ook. Nee. Ik zit even naar je team te kijken. Wat vind je er zelf van? We moeten Davies packen, dan is het een volledig untradable team. Ha, lekker zeg. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Born ready. De eerste vette Duitser. Ik denk dat we heel veel Duitse vlaggen gaan zien. Kijk, daar is hij al. Ah, Schlotterbeck. Schlotterbeck, ja. Schlotterbeck. 18 keer gepakt of zo. Ja, dat zal best. Ja, ik wist niet eens dat hij zo'n goed seizoen heeft gedraaid. Natuurlijk een transfer gemaakt van, wat was het ook alweer? Freiburg? Volgens mij Freiburg, Freiburg, ja. Denk ik. Maar Dortmund, knap gedaan. Dortmund kan nog kampioen worden, hè? Wat hoop jij? Ja, het zou voor de verandering een keer leuk zijn. Volgens mij zijn ze na 8 keer op rij kampioen of zo in Bayern. Dus voor de verandering een keer leuk. 10 keer. 10 keer zelfs, ja. Moet je nagaan. Kelvin, thanks jongen, wij gaan door. Yo. Yo. Oké. Van Schlotterbeck nu naar nummer 2. Dat is Morris. Morris uit Waalwijk. Maar je bent voor Feyenoord, zie ik. Ja, en ook nog wel voor RKC natuurlijk, hè? Ja, precies. Dan, inderdaad, dan heb je gewoon echt een eerste en een tweede clubje, als het ware. Ja. Leuk team. Waar heb jij het meeste behoefte aan? Misschien een nieuwe spits zou ik wel leuk vinden. Ja, oh ja, jij speelt ook nog met Hugo Sanchez. Je hebt wel wat spelers die ik ook allemaal heb gebruikt. Wel lachen. Een goede spits. Welke spits is het best nu uit de Bundesliga? Oh, ik heb geen idee. Ik heb helemaal niet gekeken naar de Bundesliga. Ik heb het ook een beetje. Ik heb me eigenlijk niet goed voorbereid voor vandaag. Ja, het zal maar nee wel zijn. Dit is spitskaart. 1,5 miljoen. Dat is hem, denk ik. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, gaan we daarvoor. Het is eigenlijk geen officiële team of the season. Dat is zo'n, hoe heet dat? Moments. Ja, precies, ja. Oh, dit is wel een niet. Echte Duits spits. Füllkrug. Oh, Füllkrug. Oh, oké. Okay. Nee, dat is hem niet, hè, denk ik. Nee, net niet. Of gaat hij de basis in? Nee, die gaat niet de basis in. Hè. Nee, hè? Ik denk ook niet dat hij beter gaat zijn dan jouw Hugo Sanchez of Harry Kane, eerlijk gezegd. Nee, hij gaat weer in een nieuwe SBC. Groot gelijk, jongen. Het staat hem wel mooi, dat RKC-shirtje. Wij gaan naar nummer 3, jongen. Ja, is goed. Dank Dankjewel. Houdoe. Goed, snel door naar nummer 3. Drago, toch? Ja. Of was dat niet je echte naam? Nee, ik heet Max. Max. Lijkt er ook niet eens op. I love EA, nog steeds. Oh nee, love you EA. Jij hebt een tijdje niet gespeeld, heb ik zo het vermoeden. Als je deze kaarten nog in je basis hebt staan. Ja, ik sinds Team of the Year. Precies, ja, sinds Team of the Season, dat dacht ik al. Forlan, Kane, waar heb je zin in? Ja, Musiala. Ja. Jij hebt 3 pakketten klaarstaan, dat is sowieso heel chill. Met welke wil je beginnen? Ja, kies jij maar, maakt me niet zoveel uit. Oké, dan gaan we eerst voor deze even. Ik heb hier namelijk minste vertrouwen in. Nee, als het Sané is, word je gek, hè? Hey. Oh. Lacroix, die is wel goed, toch? Die heb ik al, player pick. Ah, meen je? Ja, oh, joh. Dat is op zich zonde. Ja, hij is een goede folder. Oh nee, hij is niet heel duur. Ik dacht dat hij beter zou zijn. Oké, okay. Cool. Wel zijn. Nou ja, goed. Je hebt wel een blauwe binnen. Lang niet gek. Oké, okay. Komt-ie, Max. Ah, dat is op zich een tegenvalletje. Maar ja, had je er veel meer van verwacht? Ja, dit is wel echt matig, hè, trouwens. Ja, dat boeit niet. Oké, okay. Maar dan nu de klapper. Hopen we. Wat denk je zelf? Ja, ik verwacht helemaal niks. Oké, okay. Top. Heerlijk. Je hebt, dat is een goede instelling. Max. Minimale instelling, maximaal resultaat, hopen we. Frans, weer Lacroix zeker. Die Colomani, ja. Is ook een dubbele. Oh, meen je niet. Oh ja, inderdaad, die had je al op de bankie. Ja, jammer man. Dat is, ja, dat is inderdaad wat het is. En dit gaan we waarschijnlijk nog heel veel zien. Je moet echt geluk hebben. Ja, joh. Colomani, ook niet veel waard, hè, 40k. Spijt me man, we gaan snel door. Ja, is goed. Goed, waar zijn we aan beland? Nummertje 4, geloof ik alweer. Uit Heerlen, Brian. Brian, welkom, sowieso. Zo, wat is dit dan, joh? FC Tilbal? Ja. Hoe is het met FC Tilbal? Ja, ik ga wel goed. Ik heb al
een tijdje terug ook Vinicius gepakt toen voor 4 miljoen. Die ook toe kunnen verkopen. Oh, dat is heel lekker zeg. De bruine Mané. Heb je die Mané al veel gebruikt? Ja, niet heel veel. Valt nog mee. Redelijk, 5, 6 kilo. Ah, lekker zeg. Met die level 20 spelerkeuze kreeg hij. Oh, kun je hem dan kiezen? Ja, konden we kiezen. Wat was dat? Die 1 uit 93 plus. Oh, zo. Oh, en toen heb je hem gekregen? Ja. Oh, sick zeg. Wat lekker. Op wie hoop je nu dan? Wat is nog de beste? Hoop je Musiala of zo? Ja, of Frimpong. Zou ik ook tevreden vinden, De Ligt. Ja. Oh ja, De Ligt is echt duur. Hè? Ik had echt geluk, besef ik nu. Oké, daar komt hij, jongen. Ja. Jouw Bundesliga team of the season. Het is misschien wel weer Mané. Het is die Lacroix. Jammer. Zonde, ja. Die kaart ziet er echt goed uit. Die is voorheen ook wel goed geweest in een andere game, maar... Hij is ietsje duur, volgens mij. Nee, hij is 50k of zo, maar goed, ja. Spijt me, man. Doe ze de groetjes in Heerlen wel, oké? Okay? Ja, komt goed. Oké, okay, top. Wat zeggen ze daar? How do, wablief? Ze zeggen, ja, verschillend. Oh, nee. Hey, hè? Hoi, hè? Wat zeggen ze? Hoi, hè? Hoi, hè? Oké, thanks, Brian. Tot ziens, man. Jongens, we zijn uitgekomen bij de volgende. Dat is Dr. Mafia, oftewel Mike. En ja, Mike die zegt, ik kom uit een dorpje bij Heerlen. Ik denk, nou, dat is ook toevallig. Dat is gewoon de broer. De broer van Brian en Brian zit ernaast. Nou, welkom, jongens, met z'n tweeën. We hopen op iets beters dan bij Brian in elk geval. Ja, leuk team, Mike. Ja. Toch? Ja. Waar hoop jij op? Ik hoop op De Ligt. Jij hoopt gewoon op De Ligt. Ja, klopt. Hier komt hij. Ben je klaar voor? Yes. Oké, daar is hij. Het is een echte. Ah, geen De Ligt. Weer die Schlotterbeck zeker. Ja, er zijn een paar namen die je dan gewoon continu voorbij ziet komen. Ja. Zuur. Sorry man, het is niet veel beter dan je broer, hè? Nee, klopt. Sorry man. Thanks voor het meedoen allebei. Nee, geen probleem. Tot de volgende keer, ja? Yes, tot de volgende keer. Oké, hoi. Oké, jongens. Next. En dat is onze echte Daniel. Of is het Daniel? Nee, Daniel, hè? Nee, is van Daniel. Cool. Hey, klik jij vooral lekker je Bundesliga pakket aan. Want ik hoop voor jou dat er gewoon echt een knaller uitkomt. Even kijken, dat is deze. Ja. Ik heb ook eventueel nog die premier, die icon als je die wil doen. Knal er maar bij, dat is goed. Wat ik straks doen? Eerst... Ja, doe maar. Maakt mij niet uit. Beginnen met Jari Liedmanen. Jari Liedmanen, oh mijn god. Fut birthday, dat is goed hoor. Koeman. Dat is Koeman zeker. Ah, ja. Wel mooi in dat Arsenal shirtje. Niks mis mee. Ja, het is net niet, hè? Het is nou, absoluut net niet. Nee. Absoluut. Maar goed. Nou, okay. als hier ook een Nederlandse verdediger in zit, dan... Dan inderdaad, dan heb je meer succes. Daar zijn we tevreden. Ja, het zou leuk zijn, want we hebben echt alleen nog maar een beetje halfslachtige gasten gehad. Lacroix, Schlotterbeck, een beetje dat niveau. Nou, komt ie aan. Colomouani één keer. Kom maar dan. Duits. Linkshalf. Oh, Sané. Oeh, ja, die is nog wel redelijk goed, toch? Ja, als niet in... zo duur hoor. Oh nee, hij is ook niet duur, nee. What the fuck? Volgens mij heb ik een dubbel ook trouwens. Volgens mij heb ik hem al gehad er. Wat matig inderdaad, joh. Ja, het is gewoon echt een matige kaartje als je hem zo ziet. 92 dribbling voor zo'n speler, 4-4. Ja, nee, dit is het gewoon niet. Het is wat het is. Het is wat het is, Daniel. En daarmee, het is crisis. Ja. Daniel, ik zie jou gewoon snel weer, ja? Dan wordt het weer beter. Ja. Dit is goed, Koen. Bedankt, hè. Goed thuis. Goed, jongens. Next is Valentijn. Valentijn, ja, die Ramsdale die we de vorige keer hebben gepakt, heb jij wel gewoon in je team staan? Ja, die linkt lekker met Gabriel Martinelli, dus. Oh ja, inderdaad. Dat is wel prettig. Maar jij hebt wel even wat kwaliteit nodig nog, hè, als ik het zo zie. Ja, vooral linksachter en centerback. Ja, dit kan echt niet, hoor, dit. Ja, klopt. Road to Ferenc. Jij wil gewoon Ferenc Puskas. Ja. Nou, dat kan ik je helaas niet geven. Maar ik hoop wel gewoon op een knalletje. Alfonso Davies zou wel heel leuk zijn, toch? Ja. Gaan we daar gewoon voor, jongen. Daar komt die Valentijn. Iets beters dan Ramsdale. Gewoon een leuke, goeie. Die heb je al. Want iedereen prima behalve hem. Oh, dat meen je niet. Ja. Ga je hem kwikselen? Kun je hem niet ergens in een SBC'tje gooien? Ik kijk dan nog wel. Kijk je maar even, jongen. Het spijt me, jongen. Volgende keer weer, ja? Ja. Mag ik nog een SO doen? Jij mag een SO doen, jongen. Naar Ben. Ben ik helemaal mee eens. Valentijn, adios. Goed, jongens. We zijn alweer bijna bij het einde van de video. Hey, Jamie. Oh, ik kan niks doen, geloof ik. Dus jij moet zelf maar eventjes door je club gaan. Jij hebt een leuk team met die Alexis Sanchez, zie ik. Ja. Ik heb Nick Plus Playpick gehad, dus... Wat goed, man. Doet hij het goed voor je? Ja, zeker. Ja? Oh ja. Meer goals dan wedstrijden. Dus. Zo is het. Ruim 1-op-1 noemen we dat. Ja. Hey, en wie heb je graag nog erbij in je team? Ik denk De Ligt en Frimpong. Oké, je gaat voor de Nederlanders. Ja, ook voor mijn Nederlandse team. Leuk, man. Hey, en je hebt die Alfonso Davies of is dat een leenspeler? Nee, die heb ik gepakt. Zo, hé. Moet hij niet in de basis dan? Nou, hij past niet echt in het team. Nee, dat klopt.
Oké, okay. Nou dan gaan we proberen daar gewoon een hele goede speler bij te krijgen voor jou. Gaan we naar je pakket, yes. dan rammen we hem open. Oké, okay, jongen, let's go. Gewoon een maatje voor Alfonso Davies. Jij wil graag een Nederlander, zou ik ook leuk vinden. Het is een Duitser. Oh, Schlotterbeck. Ja, oh, de verbinding wordt ook nog eens heel gebrekkig. Schlotterbeck, gebrek. Ja, sorry, daar word je niet blij van natuurlijk, hè? Nee, niet echt. Oké, okay, kerel. Tot ziens, hè? Yes, doei. Doei, doei. Goed, tot slot. Een echte Utrecht supporter. Sterker nog, een echte Doefikas fan. En, oh ja, die Boot heb je ook nog. Ja. Ook een leuke speler. Gedaan, nooit meer uit mijn club. Die gaat nooit meer uit je club? Nee. Hey, leuk team. Ik zie Joelinton trouwens. Dat is geen Guimarães. Die lijken heel erg op elkaar. Die fout heb ik eerder gemaakt volgens mij. Martinelli, Uli Lucio is goed. Top. Ja, nou die heb ik heel vroeg al gepakt. Hallo dan. Lekker zeg. Hey, voor wie gaan we? Misschien upgrade van Diaby. Oké. Okay. Ja, oh zo, dat bedoel je. Sorry. Timo de Sint en Diaby bedoel je. Ja, precies. Ja. Zo, of natuurlijk Nkunku. Die mag ook voor mij wel. Ja, zoiets zou leuk zijn, man. Let's go. Er is nog echt helemaal niks gepakt, vind ik eigenlijk vandaag. Dus ik hoop dat jij gewoon wat geluk hebt. Anders dan gaan we echt zonder klappertjes de avond in. Kom maar dan. Laten we het hopen. Laten we alsjeblieft hopen. Let's go, jongen. Daar is hij. De laatste van de video. Daar gaan we. Weer die Duitse vlag. Spits. Vulkrok. Oh. Het is echt dramatisch. Ja, deze packjes zijn gewoon echt heel slecht, jongens. Ik twijfel of ik hem zelf wel ga doen, maar ja. Geen Davies, ja. Geen Nkunku inderdaad. Geen Mané, geen Musiala, geen De Ligt, geen Pong zelfs. Het is jammer. Dramatisch. Echt dramatisch. Nou, dat kun je echt wel stellen. Shit, man. Milan, ik wil je wel bedanken, jongen. Het was wel gezellig. Yes, dankjewel. Is goed, kerel. Fijne avond en tot de volgende, ja? Yes. Oké, man. Doei. Doei. Goed, ja, dat was het. Hier kan ik ook niet heel veel meer van maken. Thanks voor het kijken. Morgen een nieuwe video van mezelf. En ja, volgende keer meer geluk. Het zijn gewoon echte pure video's, jongens. Nu weet je in elk geval dat dit gewoon een crisispakket is. Dat is helaas wat het is. Volgende keer weer beter. Ciao.